FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door New Heroes, Masita en MM Totaal Onderhoud. Welkom bij FC Den Bosch TV. Ja, na die 3-1 nederlaag tegen Helmond Sport is FC Dordrecht de volgende tegenstander van FC Den Bosch. En Den Bosch zal er alles aan doen om de punten in Den Bosch te houden. Wij maakten een voorbeschouwing met trainer Wil Boeze en hij kijkt op deze wedstrijd vooruit. Wil Boeze, al een beetje over de teleurstelling van afgelopen maandag heen? Ja, je hebt weinig keuze. Het gaat nu zo snel dat wedstrijd op wedstrijd volgt met die dubbele weken. En dan is de focus naar Dordrecht, dat klopt. Ja. Ja, het was toch een belangrijke wedstrijd, want 3 punten en betekent aansluiting wel of niet in die play-offs. Langzaam maar zeker komen er ook meer concurrenten, hè? Ja, als je wedstrijden niet gaat winnen, dan komt de concurrentie erbij. En dat vind ik ook wel weer leuk en spannend. En uiteindelijk is dat ook mooi dat je daarin meedoet. Alleen je ziet het graag anders, hè? Dat je tegen Helmond de winst binnenhaalt. Dat gebeurt dus niet. En dan krijg je de volgende wedstrijd Dordrecht die een periode hebben gepakt. Dus die zijn goed op dreef de laatste weken. En dan wordt dat de volgende tegenstander, de volgende klus. Ja. Nou heb je ook een beetje pech, want het aantal blessures neemt fors toe. Hebben jullie ooit bekeken wat de oorzaak daarvan is? Ja, daar zijn we altijd kritisch naar aan kijken. Maar de blessures nemen nu niet toe, die nemen af. Die nemen nu af, maar je hebt een drukke periode gehad, laat ik het zo zeggen. De medische staf zal daar naar kijken. Heeft de veld daar nog invloed op? Het speelt altijd mee. Uiteindelijk kijk je naar de belastbaarheid van spelers. En wellicht hebben we daar een wat andere inschatting gemaakt dan dat we hadden moeten doen. We hebben keihard doorgetraind tot aan carnaval. Na carnaval hebben we het rustiger aangedaan om te herstellen van die drukke periode en zware periode. En ook in die periode zijn de blessures ontstaan. En er zijn ook een aantal blessures die zijn te vertalen, omdat we dat al terugzagen bij spelers het hele seizoen. Die wat minder belastbaar waren of die later in het team zijn ingestroomd, met name onze buitenlandse jongens. En Danny was onverwacht, hè, die spierscheuring. Maar ook Danny heeft al het hele seizoen kwakkelend met blessures, een hele lange schouderblessure gehad. Dus die mensen liggen dan achter ten aanzien van het groepsgemiddelde. En dan zie je dat deze mensen ook steeds recidief zijn en terugkomen van weer een blessure. Dus dat is heel vervelend. Maar uiteindelijk de spelers waar wij regelmatig en meer gebruik van hebben gemaakt die in de basis staan, die zijn het minst gebaseerd. Dus en uiteindelijk is dat morgen ook zo. Dus iedereen is weer redelijk fit. Kees Heemskerk nog niet helemaal. En Dennis Kaars is ook nog een twijfelgeval. Wat is er aan de hand met Dennis Kaars? Want die is ook heel lang uit de relatie. Ja. Nee, ja, die heeft gewoon een hele vervelende blessure. Die springt op in een duel met volgens mij Leijten. En die landt op zijn hielbeen. En dat hielbeen dat kneust op dat moment. Het is gewoon een vervelende blessure. Het is eigenlijk geen blessure. Het is een vervelende iets wat je hebt. Wat iedere keer stekende pijn geeft in je hielbeen. Ja. En hij kan trainen. En iedere keer als de belasting omhoog gaat, dan krijgt hij wat last. Dus we moeten dat heel voorzichtig opbouwen. Ja. Je hebt ze allemaal hard nodig. Je hebt zelf ooit gezegd van de ploeg met de brede selectie, die komt het verst. Ja. Dat is correct. Dus het is altijd prettig als je kan terugvallen op spelers en je kan daar keuzes in maken. Als je steeds meer terugvalt op dezelfde spelers, ja, dan kan wel eens anders uitlopen of aflopen. En wij hebben een team van 20 plus 3 spelers, dus dat is goed. Er zijn helaas een aantal van zwaar geblesseerd. En daar heb je mee te maken als coach, dus dat moet je managen. En uiteindelijk heb ik alle vertrouwen in degenen die nu fit zijn om die wedstrijden af te handelen allemaal. Het aantal blessures zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. Je hebt nu even een wat mindere periode. Is dat het gevolg van die blessures? Nee, zeker niet. Als je kijkt hoe wij tegen Helmond Sport hebben gespeeld, hebben we een prima partij gespeeld. We hebben ons daar een kansen gecreëerd en uiteindelijk 1 goal gemaakt en dat is te weinig. Kijk, we moeten onszelf ook verwijten dat we daarin te weinig rendement hebben. En ook achterin te makkelijk doelpunten weggeven. Als je kijkt dat we 12 strafschoppen tegen hebben, als voorbeeld, ja, dan verdedig je op een of andere manier niet goed. En dan heb je ook wel minder punten. En het staat nu zo kort bij elkaar, dat de winst op Helmond Sport of niet, dat scheelt meteen 3 of 4 plekken. Ja. En dat zijn net de plekken die meedoen om de play-offs. Dus ja. Het is wel spannend, dat is mooi.
En uiteindelijk zal de meest volwassen ploeg zal altijd play-offs halen. Je noemde het woord rendement, maar je noemde net ook het woord overtuiging. Ja, dat is belangrijk. Ja, je ziet ook dat op het moment dat je wedstrijden wint, dat die overtuiging meer is. Op het moment dat je wat minder punten gaat pakken, wordt de overtuiging minder. Want dan gaan toch met name jonge spelers. Onze ervaren spelers zullen daar minder last van hebben. Maar onze jonge spelers die gaan toch iets meer in de twijfel zitten. Moet ik schieten? Moet ik nog een keer afkappen? Moet ik hem voorzetten? Terwijl voorin was dat helemaal geen issue. Schoot dus de bal gewoon boven de kruising binnen. Dus daar heb je wel mee te maken. Maar het is wel goed dat dat gebeurt. Uiteindelijk moeten jonge spelers moeten dat ervaren. En moeten ook daarin weer hun geloof vinden en hun balans vinden. Een 3-1 nederlaag tegen Helmond Sport. Maar je krijgt heel snel de kans om revanche te nemen. Aanstaande vrijdag komt FC Dordrecht hier. Een ploeg waarvan je in de uitwedstrijd met 3-0 gewonnen hebt. Je collega-trainer was het daar overigens niet mee eens dat een kwestie was van krachtsverschil. Hoe schat je Dordrecht op dit moment in? Nee, die hebben een goede fase. Die pakken de periodetitel. Dus dat zegt genoeg. Dus er is heel veel vertrouwen. Maar ik weet ook, in de Jupiler League kan iedereen van iedereen winnen. Ja. En dat zie je in de uitslagen. Dat zie je echt onverwachte uitslagen. En dan denk je ook van, oké. Het is weer de volgende wedstrijd en wij spelen thuis. Dus daar moeten we ons voordeel in halen. Dordrecht heeft een slechte start gehad, zeg maar. En daarna toch langzaam maar zeker is teruggekomen. Hebben nu die periodetitel. Heeft dat invloed op deze wedstrijd, het hebben van die periodetitel? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik kan niet in de glazen bol kijken. Want ze hebben natuurlijk iets binnen en het hoeft zo nodig niet meer, hè? Nee, maar goed. Maar kijk, ik kan me niet voorstellen dat je een hele sterke periode hebt en dan in één keer als een draak gaat spelen. Dus daar geloof ik niet in. Wij moeten onze tanden erin bijten in Dordrecht. En zorgen dat die 3 punten hier blijven. Ja. Het is wel een ploeg die heel voorzichtig voetbalt en dan plotseling met een uitval probeert dat aantal punten mee te nemen. Ja, ze staan defensief goed. Hè. Ze hebben fysiek sterke spelers. Ze hebben voorin een aanspeelpunt als spits, grote spits. En ze hebben daarin de mensen die beweeglijk zijn en goed aansluiten of eroverheen gaan. Ja, we weten wel hoe Dordrecht speelt en Dordrecht weet ook hoe wij spelen. Dus we zullen morgen zien. Ja, want je hebt die punten nou eenmaal hard nodig. Ja, maar we hebben elke week hebben we punten nodig en dat geldt voor iedereen. Okay. Ja, maar juist nu, hè, na die vervelende ervaring in Helmond. Nee, dat klopt. En uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken en niet naar de scheids. Dat overkomt elke ploeg, overkomt dat. En elke coach heeft daarmee te maken. Maar wij moeten zorgen dat we het recht zetten. Over scheidsrechters zeg je niks meer, hè? Nee, dat heb ik afgesloten. Oké, ik wens je ontzettend veel succes aanstaande vrijdag.